bij deze basisuitleg van Canva. Dit is dus voor beginners. Als jij uh, nog niet eerder hebt gewerkt in Canva, in deze video leg ik je alle basisstappen uit. Canva is een fantastische Fantastische studio om allerlei uh, dingen mee te ontwerpen. Het gaaf is dat er heel veel templates, dus schablonen al beschikbaar zijn. Uh, en daardoor kun je vaak in een razendsnel tempo um, allerlei social media-posts, presentaties, flyers, documenten. Je kunt hier van alles mee maken. Uh, nou, ik leg dus even uit uh, hoe het werkt. En ik laat ook een aantal voorbeelden zien. En ik laat je vooral zien hoe je dit dus kunt gebruiken voor social media. Media posts. Die kunt natuurlijk Canva ook voor van alles en nog wat inzetten. Maar mijn specialiteit is echt meer richting social media content, specifiek video, om precies te zijn. Dus vandaar dat ik daar wat meer op focus. Um, maar ik laat je eerst natuurlijk even de basis zien. Oké. Okay. Maar kijk je nu naar. Uh, er zijn eigenlijk drie grote onderdelen binnen dit scherm. Je hebt hier natuurlijk bovenin. Is ja de grote, de grote balk, waar je altijd natuurlijk weer terug kunt. Je hebt allerlei designs die hierin staan. Dat is ook meteen wel interessant. Dus je ziet wat er allemaal beschikbaar is. Uh, dus van uh, nou ja, documenten tot PDF's, presentaties. Maar ook foto's, video editors. Maar ook allerlei dingen voor print. En hier zie je dus van alles voor marketing. Van logo's, social media tot. Zelfs QR-codes. Dus um, van alles wat je, wat je kunt maken met Canva. Um, ook is er een canva voor business. Dus dit is heel erg interessant als je met een team samenwerkt. Je kunt namelijk heel makkelijk jouw designs ook delen met andere mensen. Uh, educatie is er. En hier zijn de plans en pricing. Even goed om te weten, uh, alles wat ik vandaag laat zien. Um, Sommige onderdelen zijn gratis en sommige onderdelen zijn vanuit de Pro-account. En dan is natuurlijk jouw vraag: wat kost dan Canva Pro? Nou, je ziet het hier staan. Op dit moment is dat dus 110 euro per jaar voor één persoon. Ben je non-profit, dan kun je sowieso aanvragen om, uh, een, voor een, 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 om een gratis account te, te krijgen. Um, maar dan weet je even, als je een um, kroontje ziet staan naast een functie, dan is dat een. Pro-functie. En ik zeg dit even: check ook even uh, bij jezelf in de versie die jij nu hebt, want dit verandert namelijk constant. Dus Canva die zet heel vaak dingen eerst in beta en dan is het gratis. En op het moment dat het uh, pro wordt, dus dan moet je ervoor betalen, dan heb je een pro-account nodig, dan komt er dus een kroontje bij te staan. Dus check het even uh, bij, je, bij je eigen versie van jouw Canva. En uh, don't blame me, want ja, yeah, dit, uh, dit is gewoon een uh, uitleg op het moment dat ik dit, uh, dit filmpje uitbreng, uiteraard. Oké, okay, dus dat is de balk bovenin. Hier links, uh, dit zijn de menus die je waarschijnlijk ja, gewoon heel veel zult gebruiken. Hierin vind je, nou, je kunt altijd terug naar de homeknop. De Magic Studio. Fantastische AI tools kun je hierin vinden. Jouw projecten. Dit is heel belangrijk. Dus als je snel even naar je eigen projecten wil gaan of daar binnen wilt zoeken. Templates, dat zijn dus de schablonen waar ik het net over had. Het zijn al kant-en-klare voorbeelden die jij zo kunt gebruiken en uh, alleen maar hoeft aan te passen. Eigenlijk jouw eigen brandhub, nou, hier zie je meteen al een kroontje naast staan. Dus, dit is echt voor pro-gebruikers. Uh, maar je kunt hier jouw eigen kleuren invoegen, lettertypes, uh, je eigen logo's, uh, andere graphics. En die kun je dan heel makkelijk binnen al jouw designs toepassen. En dan zijn er verschillende apps. En ook dit is ontzettend in ontwikkeling constant. Maar er worden allerlei apps ontwikkeld voor Canva. Die je ook heel makkelijk kunt gebruiken. Uh, en ook dat kan ik wel even laten zien. En dan tot slot hebben we hier ja, waar, het, waar het eigenlijk allemaal plaatsvindt. Dit is, dit is de, grote, de grote pagina waar dan waarschijnlijk als je dit vaker gaat doen, waar ook al jouw projecten gaat staan. Bovenin zie je de Magic Studio zoekbalk. Uh, dit zijn allerlei tools om heel snel um, ja, binnen no time een, uh, content te maken en dat kan dus gaan over hè, dat kunnen zijn documenten presentaties websites van alles en nog wat um, je kunt ook je eigen uh, size dus eigen grootte bepalen als je dat belangrijk vindt en zelf um, elementen uploaden foto's graphics, video's van alles en nog wat nou en hier zie je eigenlijk ook meteen al wat voorbeelden waar je het voor kunt gebruiken dus ik zei al Presentaties, infographics, Facebook-posts. Nou, en het gaaf is dus dat Canva meteen al werkt vanuit zo'n schabloon die ook meteen al de juiste, het juiste formaat heeft. Um, en het enige wat jij hoeft te doen is dan jouw e eigen elementen toe te voegen of eigen kleuren of lettertypes. Hieronder, en dit zijn trouwens de nieuwste features, en dat is op dit moment in Magic Studio. En hieronder zie je dan recente designs van mij. Ga jij ook designs maken? Dan komen hier jouw designs te staan. Uh, maar dus ook onder jouw projecten hier. Nou, dat is even het basisscherm. Zo dus weet je even waar je naar kijkt als je hem net opstart. Um, maar goed, waar het natuurlijk allemaal zit, is echt in het ontwerpen. En um, ja, als je weet wat je wilt maken, dan kun je eigenlijk op een aantal verschillende manieren gaan, um, gaan beginnen. Uh, misschien weet je al van nou, ik wil een, een Instagram post maken of een LinkedIn banner. Nou, dan kan je dat dus heel Makkelijk hier zoeken. Dus dan zoek je in de zoekbalk bijvoorbeeld op LinkedIn banner. Nou, en dan heb je hier twee opties. Templates of projecten. Dus misschien heb je zelf al een project met de LinkedIn banner. Um, en hier zie je ook een aantal opties. Nou, oké. Okay. Ik ga dus zoeken op LinkedIn banner. En dan kom je dus op een pagina met allemaal schablonen. Nou, dat is uh, heel erg interessant natuurlijk. Misschien zie je meteen al iets waarvan je denkt, oh, dat vind ik best wel grappig. Leuk. Uh, ik vind deze heel leuk. Leuk. En dan ga ik een foto maken. En dan sta ik er zo overheen. Hoe leuk. Uh, of uh, nee, ik wil het toch echt even wat, uh, wat uh, niet zo speels. Gewoon wat uh, professioneler. Wat, uh, een beetje dit vind ik wel leuk. Maar wel een andere kleur. Of andere elementen. Want ik drink geen cappuccino. Stel je voor. Hè? Nou, dan, stel je vindt dus iets wat je leuk vindt. Dan druk je op customize this template. Dan opent Canva een nieuw project voor jou. Nou, En nu komen we in de Canva Editor. Ik laat het je dus nu even zien aan de hand van een LinkedIn banner. Maar uiteraard kunnen dit ook andere. Dit kan ook een, een Instagram story zijn. Dit kan ook een YouTube thumbnail zijn. Dit kan van alles zijn. Hè? Maar zoals ik al zei. Ja, ik focus me dus met name op social media content. Um, dus in dit geval even een LinkedIn banner. Uh, hier zie je nog steeds verschillende templates staan. Dus we kijken nu even naar het menu hier links. Want we zitten nu in, in de. Editor van, uh, van Canva. Dan heb je dus eigenlijk hier nieuwe. Een, een nieuw balkje. Um, met uh, verschillende onderdelen. Waaronder hoe groot jouw. Um, Um, template is of hoe groot de, de afbeelding is op dit moment. En dan kan je hem dus um, ver, ja, veranderen naar een ander formaat. Uh, wel even afhankelijk van of je dus een betaald account hebt of niet. En um, uh, de dat is dus de magic switch functie. En bij file ja, heb je natuurlijk allerlei. Uh, um, Manieren om dingen te downloaden, om even te reverse uh, de settings en dergelijke kun je daar allemaal veranderen. Maar wat echt interessant is, vind ik, is hier zo links. Dit kun, hier kun je allerlei dingen veranderen, uh, dingen toevoegen. Dus ik ga er even rustig doorheen en, en kijk gewoon mee. Dus dit is onze algemene afbeelding die, wij net, uh, die we net hebben opgezocht. De afbeelding bestaat uit losse elementen. Nou zie ik dat dit, dit, deze, oh, nou. Dat doet hij natuurlijk niet mee, dus dat is altijd. Kijk, deze. Dit is dus een afbeelding vanuit Canva zelf. Zie je dat? Dus het is eigenlijk gewoon een grotere afbeelding. Hij heeft het bovenste deeltje heeft hij gepakt. Dit is een element. Dus dat is gewoon tekst. Dit is een element. En dit is ook een element. Eigenlijk twee. Misschien wel drie. Drie. Want het wereldbolletje is ook een element. En dan dat witte balkje is ook een element. En al deze elementen kun jij dus aanpassen. Dus je kan zeggen, nou. Ik heet Pelpina, dus dat is veel leuker. En ik ben videomaker. Nou, dat is wat uh, logischer. Zo. Dus je kan het allemaal aanpassen. Maar je kan ook zeggen, ik wil het, niet alleen de tekst aanpassen. Ik wil ook het, de, de kleur en het lettertype aanpassen. Voor elk element dat je wilt aanpassen, als je hem aantikt, dan komt hierbovenin alle uh, mogelijkheden te staan om hem te bewerken. Nou, je ziet hier, hè, je kan het lettertype bijvoorbeeld veranderen. Zo. Um, of juist, helemaal zo. Hè, zo. Dus je kunt uh, het lettertype veranderen, je kunt de grootte hier veranderen, je kunt de kleur. Nou, je snapt hem. En daarnaast kun je het ook animeren. Dus ook dat, je kunt er effecten overheen gooien. Hè, stel je wilt dat die gloat of dit doet of dit. Nou, hè, je kunt helemaal uh, all out. Um, dus daar kun je mee spelen. En dat geldt dus voor elk element. Dus elk element kun je aanpassen. En ook deze foto dus op de achtergrond. Nou, ik zal je even laten zien waar je templates kunt, uh, waar je elementen kunt vinden. We zitten nu in design. Ik ga nu even naar elementen. Daar vind je nog veel meer elementen. En het leuke is, je kunt hier ook zoeken. Nou, ik hou van video's, dus uh, um, en dan specifiek smartphone video. Uh, dus ook dat kan ik opzoeken. En dan vind je hier allerlei elementen. Even belangrijk is dat je hier bovenin dan verschillende categorieën hebt. Dus smartphone video all. Dus dit is gewoon wat die, wat hij denkt dat ik interessant vind. Dan gaat hij naar graphics, dus dat is echt dit soort hè, plaatjes. Het kunnen ook foto's zijn. Dus hij denkt nou, ik wil juist graag een foto. Dat is misschien wel leuk om te vervangen. Een video kan ook, dus er zijn ook allerlei filmpjes. Zodra er een kroontje bij staat, is het dus een, uh, alleen toegankelijk voor pro. Uh, shapes, dus gewoon meer vormen. Audio heeft hij zelfs. Je kunt zelfs audio toevoegen ook aan je afbeeldingen, en aan je video's. Frames, dus dit zijn allerlei lege uh, frames. Ja, hoe zeg je dat? Plekken om jouw foto in te zetten. Hè? Dus dat kan ook. Charts, nou dat, daar vindt hij geen smartphone video in, dat snap ik. Um, maar goed, dus we gaan nu dus even bijvoorbeeld voor een fotootje. Nou, wat vind ik leuk. Dit bijvoorbeeld. En dan, dan hou ik hem gewoon overheen. Zo, laat ik hem los en dan vervangt hij hem. En dan kan ik ook dit natuurlijk nog aanpassen. Hè? Dus je kan hem slepen. En op die manier kan je... Nou, ik vind deze niet leuk. Maar je snapt het eh, hopelijk wel. Je kunt het dus helemaal aanpassen op... Uh, ja, wat jij leuk vindt dit is misschien beter. Dit is iets rustiger. Zo. Misschien een beetje zo. Nou, zoiets. Stel je voor, dit is helemaal leuk. Het slaat nergens op. <laughs> Stel, je vindt het leuk. Um, Oké, okay. dus dat zijn de elementen. Je kan hier dus van alles vinden. Dus misschien wil ik wel een hele andere graphic. Ik wil gewoon een, een telefoon er ook in, bijvoorbeeld. Dan doen we zo. Hè? En misschien zeg je van, nou, ik wil helemaal geen uh, geen geen foto. Ik wil gewoon een uh, yellow blue geel blauwe achtergrond. Ja, um, ja, ik weet niet zo goed. Hè. Stel, nou en dan kan ik zo doen. En dan sleep ik deze dus ook weer omhoog. En nou, dat ziet er dan toch wel weer wat grappiger uit. Ja, ik vind deze eigenlijk toch leuker. Zo. Tadaa, -ta hoe leuk. En dan het telefoontje kan je ook verplaatsen. Ook dat telefoontje kun je weer helemaal opmaken. Dus uh, uh, editen, groter maken, kleiner maken. Nou, je snapt hoe het, uh, hoe het werkt inmiddels, denk ik. Dus dat zijn de elementen. Kan je helemaal zelf toevoegen en veranderen. Uh, dan heb je de volgende: is tekst. Je kunt ook je eigen tekst toevoegen. Ik liet je net al zien hoe je tekst kunt veranderen en aan kunt passen. Maar je kunt hier ook je eigen tekst toevoegen. Nou zie je hier staan Pelpina's Brand Kit. Dat is dus mijn eigen branding. Uh, dat laat ik zo meteen even zien. We gaan eerst even kijken naar hieronder. Je hebt hier allerlei ja, standaard tekstjes. En wellicht, nou vind je dit wel heel erg leuk, deze. Nou, dan kan ik dus zeggen uh, video. Oh, nou deze even wat groter maken. En dan uh, smart of zo, hè? Oh, nou. CEO's. Nou die houdt alleen sale over. Nou, het maakt er niet uit. Het is even een voorbeeldje. Uh, deze kan je dus aanpassen. Nou, je kan natuurlijk ook de kleur weer aanpassen. Hè? Dus helemaal maken zoals jij het wil. Uh, ik ga hem nu weer even deleten. Maar dat is, uh, dat is een, uh, een tekstje. Dus zo, zo voeg je een tekstje toe aan, uh, aan jouw design. Dat kan je dus ook helemaal zelf opmaken. Dan hebben we hier brand. Nou. Dat zei ik net al, ik wil je dat zo meteen even laten zien. Want het gave aan Canva is dus dat je je eigen um, merk, kleuren en lettertypen kunt toevoegen. En op die manier is het heel makkelijk volgens jouw stijl, volgens jouw huisstijl: uh, alle elementen, alle, alles wat jij maakt, al je social media, uitingen, maar ook folders, websites, die kun je heel makkelijk aan laten sluiten bij jou. Huisstijl. Um, ik heb zelf bijvoorbeeld een aantal kleuren toegevoegd. En die vind je ook hier terug binnen Colors. En dan kan ik heel makkelijk zeggen van ik wil eigenlijk dat hij de teksten of het, het fonds. Dat hij die aanpast op mijn brand, dus op mijn merk. Uh, en dat geldt dus eigenlijk voor alles. Dus ik kan dat met, uh, met elementen doen, met achtergronden, grondjes. En uh, ja, dat, dat, werkt echt, uh, dat werkt echt heel erg fijn. Nou, dan ga ik naar de volgende. Uh, dat is upload. Dat zijn ja, plaatjes, foto's, video's, graphics, logo's, elementen die je zelf dus kunt uploaden in Canva. Uh, dus je ziet hier ja, heel veel dingen die ik zelf heb toegevoegd. Ook dingen die ik met AI heb aangemaakt binnen Canva. Die plaatst hij hier ook in. Um, dus ik kan ook, zoals ik zeg, ja, ik vind het eigenlijk veel leuker om hier een foto van mezelf in te plaatsen. Nou, dat is heel gek, maar stel je voor, ik vind dat heel leuk. <laughs> um, dat kan. Hè? Dus je kan hier van alles, alles zelf importeren. En dan kun je dat weer vervangen in jouw, in jouw uh, design, in jouw, in jouw schabloon. Nou, dat kunnen foto's zijn. Het kunnen ook filmpjes zijn, dus video's die je zelf hebt gemaakt. Ik heb vanochtend met AI binnen Canva echt van allerlei gekke filmpjes gemaakt. Ik ben daar een hele cursus over aan het maken. Dus uh, die moet je zeker even checken. Want met AI kun je tegenwoordig echt hele gaaf en ook gekke dingen doen in Canva. Dus echt te gek. Dus allemaal filmpjes heb ik laten maken. Uh, maar goed, dat even terzijde. Ik heb, uh, uh, dus je kunt video's toevoegen. En dat kan ook ja, gewoon zo'n uh, uitlegfilmpje zijn, bijvoorbeeld. En um, audio. Dus je kunt ook je eigen, dat heb ik niet. Maar je kunt ook je eigen audio toevoegen. Stel je bent een filmpje aan het maken. En je hebt uh, je eigen muziek. Um, of iets wat al past binnen jullie huisstijl. Dan kan je dat ook toevoegen in Canva. Nou, ook kun je hier zelf tekenen. Nou, dat doe ik zelf niet zo vaak. Want uh, ik ben wel creatief, maar niet op die manier creatief. Maar dat kan ook. Dus je kunt ook je eigen ontwerpen daar nog op tekenen. Heel fijn dat dit erin zit trouwens. Want ik heb wel heel lang. Uh, heel lang zat deze functie niet in Canva. En moest je dat via een app doen. En nu kan het wel. Um, Oké, okay, dan heb je hier. De volgende is projecten. Dus dat zijn uh, je ja, eigen projecten. Op het moment dat jij hier al. Uh, meer in werkt, dan komt hier uiteindelijk ook meer te staan. Je kunt jouw projecten ook in folders plaatsen. Dus als je het wat overzichtelijker wilt houden, dan plaats je verschillende projecten vanuit verschillende bedrijven, of series, uh, of merken of producten. Die plaats je dan dus bij elkaar. Heel fijn. Um, dus dat staat dan onder projecten. Um, en dan ga ik even naar apps. Ja, de apps zijn. Heel erg interessant. Want onder Canva heb je ontzettend veel verschillende apps. en uh, deze wereld ontwikkelt ook heel erg snel. Uh, eentje die nu echt aan trending is, is deze. Dus een, um, uh, dat je een, een, een persoon kunt uh, la iets laten zeggen in een video. Maar dat is dus eigenlijk een avatar. Dus dat is niet een echt persoon. Maar die laat je dan wel wat zeggen in een filmpje. En dan kan je helemaal uitkiezen welk persoon en hoe ziet hij eruit. En dan laat je hem zelf wat zeggen. Doordat jij gewoon wat typt. Dus jij typt een zin en dan zegt een een, ja, een, een avatar zegt wat jij hebt getypt. Oké, okay. uh, Als je dit niet helemaal begreep, maakt niet uit. Er zijn allerlei apps. Dus Canva is constant in ontwikkeling. En dat is ook het gaaf aan Canva. Er zitten ja constant worden er nieuwe dingen bedacht en gemaakt en, en gelanceerd. Um, en, uh, en vaak als je iets niet kunt vinden. Dus stel, je ziet een, een toffe video op YouTube met een uitleg over hoe je iets doet in Canva. En je vindt die functie niet. Kijk dan dus even in apps, want dan staat hij vaak wel daartussen. Nou, dan heb je hier nog foto's. Ik heb trouwens dit in een bepaalde volgorde staan, maar dat kun je natuurlijk ook wisselen. Dus je kunt dit gewoon slepen naar de volgorde die jij prettiger vindt. Um, audio had ik het net al over. Dus binnen Canva is er ja, ontzettend veel audio ook. Ook hier kan je zoeken op wat voor audio je zoekt. Dus misschien zoek ik, nou, ik zoek gewoon een gitaar. En dan. Oké, okay, gitaarloop, maar je kan ook zeggen gitaar happy. Ik raad trouwens wel aan om in het Engels te zoeken. Uh, Nederlands werkt ook, zal ik zo wel laten zien. Oké okay dan. Uh, kijk, volgens mij werkt dit in het Nederlands ook gewoon. Nee, Gineen werkt niet. Nee. Dus sommige dingen werken dus helemaal niet in het Nederlands. Sommige dingen wel. Maar ik zou dus, als je werkt op, kan vaak probeer te kijken of het lukt om in het Engels uh, uh, je, zoek, uh, je zoekopdrachten te doen. Want uh, dat levert bij mij meestal de beste resultaten op. Ik heb ook wel AI-filmpjes en AI-foto's gemaakt met Nederlandse zoektermen versus Engelse zoektermen. En geloof me, bij de Engelse komt toch echt altijd tot betere content uit. Um, Oké, okay. gaan we naar de volgende. En dat zijn video's. Ja, dit zijn de video's die je uh, die, uh, zelf geüpload hebt. Of um, uh, je kunt ze namelijk hier zelf opnemen. Maar je kunt hier ook zoeken binnen video's. Dus Canva heeft een enorme bibliotheek aan allerlei stokbeelden. Dus ik was laatst bijvoorbeeld bij een ziekenhuis om daar video's te maken. En toen hebben we ook stokbeelden gebruikt. Want het is natuurlijk best wel lastig. Je kan niet altijd in een ziekenhuis zomaar filmen. Um, en dan kun je dus dit soort video's, ja, kan je zomaar zo gebruiken. Uh, nou is het natuurlijk wel zo dat, ja, ik, de, ik was hier bezig met, uh, met bijvoorbeeld zo'n filmpje. En toen zeiden de... Zei de, de Kenners met wie ik bezig was. Van oh nee, dat is echt een heel gek bed. Of dat is echt een verouderd systeem. Ja, dat soort dingen ken ik dan natuurlijk niet. Hè. Dus je hebt wel ja, kenners nodig. Wil je dit soort beelden gebruiken? Het allerbeste is natuurlijk om gewoon je eigen beelden te schieten. Daar ben ik altijd groot voorstander van. Maar goed, dat kan niet altijd. En dan is het fijn dat je hier toch echt nog wat, wat ja, generic beeld uh, 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 video's kunt vinden. Volgende is achtergrond, background. Um, je vindt hier allerlei verschillende achtergronden. Dus stel, ik vind die foto toch niet leuk, en ik zeg: nee, ik wil er toch een achtergrondje van maken. Oh, nou laat kijk kijken. Uh, dan, uh, dan kan je dat uh, dan, dan kan je dat gewoon vervangen. Misschien wil ik uh, underwater background, hè, want toch wel leuk. Weet ik veel onderwater. Nou, dan op die manier kan je dus uh, um, uh, je achtergronden aanpassen. Nou. Uh, ik heb hier daarnaast heb ik dus een app geïnstalleerd die heet Magic Media. Um, die staat er bij jou waarschijnlijk niet tussen. Als je hier iets tussen ziet staan wat jij dus niet hebt, kijk dan even naar je apps en zoek of dat daar wel tussen staat. Magic Media is dus een manier om met, met een, een Tekst een, 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 een zinnetje om dan een foto of een afbeelding te genereren en uh, of een video, en dat is AI. Um, in mijn nieuwe cursus vertel ik je daar veel meer over, want Canvas zit boordevol. Um, AI Tools. Dat is ook waar deze hele Magic Studio om draait. Dus uh, uh, hier. Ja, dit is fantastisch. In deze zoekbalk liet ik natuurlijk net al even zien. Kan jij gewoon typen LinkedIn post. Of uh, um, ik wil graag een uh, YouTube thumbnail. Hè? Bijvoorbeeld YouTube thumbnail. En dan gaat hij voor jou al op bezoek naar. Uh, nou, misschien kan je zeggen van uh, voor een voor bakery. Want, uh, want ik ben een bakkerij. Ja, geen idee of hij dit nou doet. Hè? Dus je kijkt nou, kijk, best wel. Uh, Oké. Okay. Bakery vlog, a day in my life. Ziet er toch best wel meteen heel erg. Uh, um, heel lekker. Ziet er meteen nog best wel lekker uit. <laughs> Oké, okay, dus uh, dit, hier kun je dus ook weer tikken op Customize this template en weer helemaal aanpassen. Um, nou, dat is de, uh, even in generic hoe dit werkt. Um, hieronder zie je nog You might want to try. Dus, dit zijn een aantal ja, um, veel gebruikte schablonen: uh, whiteboard of een Facebook post of een video. En de nieuwste features staan dan weer hier. En ja, hier staan allerlei Magic Studio tools in. Um, ja, dit is fantastisch. Je kunt um, bijvoorbeeld als je een uh, foto maakt. Um, even kijken hoor. Um, ik zal straks even een voorbeeld geven. Als je een foto maakt, dan een, of een, een presentatie, of een slideshow, of iets dergelijks. Wacht, ik doe meteen even een voorbeeld. Uh, deze bijvoorbeeld. Stel, je hebt deze gemaakt. Met verschillende slides zo, achter elkaar. Uh, en dat doe je, je maakt die verschillende slides door elke keer op een plusje te drukken. Uh, en dan wordt het uiteindelijk ook een video. Dan, kijk maar, ik druk op play. En dan wordt het gewoon een filmpje. Nou, fantastisch toch? Uh, dus uh, ja, dit, dit, dit uh, kan je ook helemaal aanpassen. Um, en dat kan dus met die Magic Studio. Uh, ik ga hier niet al te diep op in. Want dit is gewoon de Canva Basics cursus. Uh, en, uh, en als je dit nog nooit hebt gedaan. Dan denk je echt. Wat gebeurt hier? Uh, dus misschien is het goed. Dat ik gewoon eventjes kort benoem. Van hé. Hey, er zijn heel veel tools hier. Waar je nog veel verder mee kunt. Je kan bijvoorbeeld met. Dus die Magic Switch. Kun je heel makkelijk zeggen. Ik wil deze post. Wil ik nu een, um, een social media post van maken. Voor LinkedIn. Of ik wil dit transformeren naar een document. Of ik wil hem Um, vertalen naar een andere taal. Ik wil dit Engels, deze Engelse pose wil ik heel makkelijk gewoon in het Nederlands. Dus kopieer, plak alles en vertaal het naar het Nederlands. Nou, dat soort tools zitten er dus gewoon bij in. Dus dat is echt ja, fantastisch. Ik word daar uh, zelf heel erg blij van. Nou, ik wil je nog een design laten zien. Um, want ik heb je natuurlijk net een LinkedIn banner laten zien. En dat was gewoon stilstaand. En dan gebeurde verder niet zoveel. Maar ik denk wel dat het goed is om ook nog even wat beweging te laten zien. Even kijken hoor. Wat gaan we maken? Uh, een video. Laten we een video. Gaan maken, dus ik begin gewoon even hier met een blank Blanco video. Dus dan is het gewoon: het formaat is al bepaald. Hier links krijg je allerlei opties. Um, dit, um, deze is heel gaaf trouwens. Deze video, de video editor uh, waarbij je een paar elementen selecteert. En dan maakt hij er zelf wat van voor jou op de maat van de muziek. Fantastisch. Ga ik nu even overslaan, want dat is eigenlijk al wat meer een, een advanced functie. Ik wil je even laten zien hoe je gewoon heel simpel zelf een filmpje kunt opbouwen. Um, dus daarvoor ga ik naar elementen. Want dan ga ik even zoeken naar bijvoorbeeld een tree, een boom. En dan wil ik graag dat in video, uiteraard. En we doen gewoon eventjes iets heel generics. Dus even zoiets. Zo, dan hebben we meteen een filmpje. Ik heb hem erin gezet. Dus hij, hij komt nu hier in het grote vast te staan. Die kun je ook afspelen door op de afspeelknop te drukken. En je ziet hem ook hieronder staan. Dit dus is een tijdlijn. Dus hier staat hij ook. Um, dit kun je allemaal aanpassen. Dus je ziet hier dat hij 50 seconden duurt. Dat zie ik hier links onderin heel klein. 50 seconden. Um, nou, dat vind ik best wel lang, want ik wil eigenlijk gewoon een paar shots achter elkaar. Wat je dan kan doen is dan kan je hier en daar, dus aan de start en aan het eind van de video, kun je hem inkorten. Ik vind het start vind ik vanaf hier bijvoorbeeld vind ik hem wel gaaf. Nou, dan ongeveer zo. Dan draait hij. Kijk hoor, hij is nu 7 seconden. Gaan we even kijken hoe het eruit ziet. Nou, tot zo bijvoorbeeld. Stel, ik vind dat leuk. Zo kort ik hem in. En nou zie ik ondertussen ook hoe, hoe lang die duurt. Hè? Dus dit is één. En dat noemt hij één pagina. Dan kan je hier op de volgende pagina. Hier op het plusje. Kun je nog een pagina toevoegen. Eigenlijk net als een slideshow. Nou, ik wil nu eigenlijk een close-up. Wat al dichter op die bomen zitten. Dus misschien dit. Een soort, een soort drone shot. Zo. Zo, ik ga hem dus, dus vergroten door aan de zijkant hè, die, uh, die rondjes te pakken en dan vergroot ik hem. Uh, zorg ik dat die beeldvullend is. Zo, niet al te veel vergroten, want dat gaat natuurlijk ook een beetje ten koste van de kwaliteit. Zo. En ook deze ga ik inkorten. Ik tik weer hieronder in de tijdlijn. En deze ga ik ook inkorten. Nou, naar, naar een korter stukje. Zo. En dan wil ik nu misschien uh, Tree Bottom. Ik weet niet hoe dat heet. Dat je gewoon. Ja, fantastisch. Dat je vanaf beneden kijkt. Uh, dit zijn wel alleen wel hele andere bomen. Maar goed, ik hoop dat je een beetje snapt. Oh, wacht even. Ik denk dat ik deze leuk vind. Ik heb hem even vervangen door er overheen te slepen. En dan ga ik weer deze selecteren. Ik ga hem weer even inkorten. Zo. Nou, nu heb ik drie korte filmpjes achter elkaar. Ga maar eens kijken. Ik druk even op de afspeelknop hier. Dan ga ik deze afspeelfunctie ja, even helemaal links zetten. En ik druk op de afspeelknop. En dan ziet het er zo uit. Nou, dit zijn hele andere bomen volgens mij. Maar dat geeft helemaal niks. En zo. Nou, fantastisch. Dus het is eigenlijk een slideshow van allemaal korte filmpjes. Dit kunnen ook video's zijn die je natuurlijk zelf hebt toegevoegd. Hè? Dus je kan ook hier zeggen. Even kijken hoor, bij onder uh, elementen. Uh, nou, dan nou ben ik het al. Nou ben ik het even kwijt. Waar doe je dat nou? Nee, ik wil geen image generator. Search elements. Sorry. Dit moet even opnieuw. Je kunt uiteraard ook je eigen video's uploaden. Hè? Dus dat vind je dan hier onder upload. En dan kan je vanuit images. Uh, in plaats van images ga je naar video. En dan kan je hier ook je eigen video's toevoegen. Dus ik heb net wat laten genereren door AI. Dus ook dat kan ik erin zetten. Zo, tada. dan heb ik allemaal bomenfilmpjes achter elkaar. Hoe leuk is dat? Nou, um, om het nog wat uh, leuker te maken, kun je ook muziek toevoegen. Nou, dat vind je onder audio, hè, zoals ik net uitlegde. Dus ik ga hier naar audio. En dan kan je hier dus zoeken op, um, nou, peaceful. Uh, weet ik veel. Uh, wat zoeken wij? Oh, ik zoek een viool. Vind ik leuk. Violin. Nou, even kijken hoor. Dus dan druk je op het pijltje om het gewoon even af te luisteren. Heftig. Ja, dat is leuker. Die is heftig, die is wel heftig. Oké, okay, um, ik doe deze. Deze. Dus die sleep ik dan. Zie je dat? Ik sleep hem zo. En er komt onderin te staan Drop Music onder de video's. Dus ik sleep hem op dat puntje Drop Music. Dan krijg je dus een paars balkje en dat is de muziek. Super gaaf! Als ik hem nu afspeel, speelt hij dus af met de muziek. Ga maar kijken. Nou, daar word je toch rustig van! Dit is heel fijn. Oké, okay. uh, stel ik vind het heel leuk. Je kan ook deze aanpassen. Dus ik kan deze slepen naar links of naar rechts. En dan pas je dus aan waar de muziek begint. Ik kan ook hier bovenin, als ik de audio heb geselecteerd, staan er ook een aantal opties. Audio effecten, nou dat is tot voor nu nog alleen fade in of fade out, dus dat hij langzaam naar binnen komt en langzaam eruit um, adjust, dus je kan aanpassen waar die begint en waar die eindigt en deze is leuk, de beat sync hiermee um, gaat hij de um, beelden die ik heb geselecteerd gaat hij aanpassen op de maat van de muziek nou, uh, ik doe dit wel eens vaker en soms doet hij dat heel goed en soms denk ik nou, dat had ik zelf beter gekund dus we gaan even kijken, hij heeft het nu aangepast dus even kijken of dit uh, mooie werkt Ja, ik vind het wel leuk. Oké, okay. uh, niet helemaal zoals ik het zelf had gedaan, maar toch wel grappig. Uh, dus dat is een extra optie die erbij zit. Um, nou, wat kunnen we nou nog meer doen? Zullen we ook even een tekstje toevoegen? Want dan laat ik je ook even zien hoe je dan in lagen werkt. Uh, dus hier links vind je tekst. En um, ja, wat willen we overbrengen? Nou, we willen gewoon zeggen um, uh, zomer. Zo, is het zomer? Nee, het is gewoon, ja, zoiets. Nee, gewoon boom. Uh, van bomen word je blij. Word je blij? Word ik blij? Ja, ik wel. Ik weet niet of jij er blij van wordt. Laat even weten in de comments of je er blij van wordt. Hey jongens, echt. Ik maak al te lang video's vandaag. Goed. De teksten staan een beetje over elkaar heen. Hier heb je alle tekstfuncties um, en tools. Dus ik kan hier, kan ik de spacing aanpassen. Dus de ruimte tussen de letters of de ruimte tussen de zinnen. En het gaat in dit geval om de zinnen. Dus die maak ik even wat... Groter, hè? Zo. En deze wat kleiner, zo, hè? Dan wordt het wat beter. Van bomen word ik blij. Ja, zo. Nou, nou staat die tekst uh, in dit plaatje eroverheen. Kijk maar, hier zo. Uh, maar nog niet bij de andere. Ja, en willen we dat wel, dan druk ik op copy, kopieer en paste, plakken. Uh, en dat kan je overal doen, natuurlijk. Je kan ook zeggen: van uh, bij sommige pas, pas ik de teksten aan. Kijk maar. Nou, en dan hier. Leuk, hè? Ja. En dan de laatste. Dat dacht ik. Nou, dus zo pas je uh, de teksten aan. De grootte kun je aanpassen, kleur, letten, typen. En dan gaan we even kijken naar deze prachtige productie. Oké, okay, het staat helemaal nergens op dit. Oké, okay, wanneer kun je dit nou gebruiken? Ja, dit soort. Ja, ik vind het heel fijn om dit uh, om Kranville dus te gebruiken voor social media uh, content. Dus ik maak heel veel filmpjes hierin. Uh, introductievideootjes. Maar ook. Um, 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 ik kan het gewoon even laten zien. Ook allerlei graphic designs. Dus ik ga even naar mijn home. En hieronder staan allerlei projecten van mij. Uh, dus video's maak ik hierin. Zoals bijvoorbeeld deze. Ik laat het gewoon even een kort stukje zien. Daar moet de tekst uiteraard nog aangepast worden. Uh, maar het kan ook zoiets zijn als dit. En dat zijn dus allemaal aparte elementjes die allemaal al apart geanimeerd zijn. Um, dus daar heb ik het nog niet over gehad. Dit is ook de laatste tip die ik geef, want anders ga ik veel te diep in op alle materie hier. Maar je kunt dus al deze elementen ook nog een animatie geven. Uh, dus dan druk je daar. Dan staat hier Animate. Nu staat wat, wat hoe het heet, wat ik heb geanimeerd. Uh, maar dan kan je hem dus ook nog anders animeren. En dan krijg je dus echt ja, een bijna een soort halve mini animatie. Um, nou goed, dus dat is waar ik het zelf voor gebruik. De foto uh, of de videofunctie. Um, ja, en dat is in een notendop is dat canva. Ik heb je natuurlijk een design laten zien. Um, een banner, een LinkedIn banner. Ik heb je een videodesign laten zien. Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden. Je ziet het hier staan. Je kunt documenten maken. In Canva heb je ook Magic Write. En met Magic Write kun jij binnen. No time kun jij iets heel snel even opschrijven. De, een, een artikel bijvoorbeeld. Uh, uh, druk ik op plusje. Dan zeg ik uh, magic write. En dan zeg ik vijf tips voor het filmen met je telefoon. En dan doe ik generate. En dan maakt hij daar, de, uh, net als bijvoorbeeld ChatGPT, maakt hij een artikel voor jou. Of een, een, een content post. Dus het, uh, hier heeft hij meteen een intro gegeven. Nou, en dan de tip stabiliteit. Gebruik de juiste hoek, zorg voor goede belichting. Dus hè, hij gebruikt bestaande data om dit soort content te maken. Nou, dus dat is uh, documenten waar je van allerlei dingen in documenten mee kan doen hoor. Ik liet je alleen even de Magic Write functie zien. Whiteboards, super handig om ook te brainstormen met een team. Presentaties zijn er, uh, dus je kunt allerlei slides hierin ontwerpen uh, en ook laten animeren. Social media uitingen, dit is dan vooral mijn hoekje samen met de video's. Maar ook producten kun je hier printen. Je kunt t-shirts ontwerpen, websites. Nou, het gaat maar door. Um, ik wil je alleen nog even laten zien hoe je ook nog exporteert. Dus ik ga weer even naar een project van mij. En ga even kijken hoor. Ik ben um, nou, bijvoorbeeld deze. Dit is dan een filmpje. Dus dan laat ik meteen even zien hoe je hem exporteert. Um, ik ga hier naar share rechtsbovenin. En dan heb je hier allerlei opties om te delen. Je kunt zeggen, ik wil dit project delen met mensen. Dus dan deel je het gewoon via een e-mailadres uh, of via een link. En dan kunnen zij ook bij dit design. En dat kan heel erg handig zijn uh, om dan je design te delen binnen een team, binnen een bedrijf bijvoorbeeld. Dan gebruik je eigenlijk altijd dezelfde branding, dezelfde huisstijl. Um, dus ja, dit kan heel erg, uh, heel erg handig zijn. Ik ken heel veel bedrijven die dit, die dit gebruiken. Um, maar maar je kan hem ook echt gewoon gaan downloaden. Uh, je kan ook een View Only Link sturen, trouwens. Dat is ook wel goed om te weten. Dus als je het graag wil delen, maar je wilt niet dat mensen het gaan veranderen en overal aan gaan zitten: de View Only Link. Um, Oké, okay. downloaden. Uh, en dan krijg je weer andere opties. Dus wat voor file type. JPEG, PNG, PDF, PDF. Hangt er ook vanaf wat je deelt. Hè. Dus of je dan bijvoorbeeld de optie video krijgt, wel of niet. Hangt er vanaf wat voor design je hebt gemaakt, uiteraard. Um, nog even goed om hier te weten: is PNG, als je dus een, trend, een transparante achtergrond wil. Um, dat wordt me vaak gevraagd, dat kan. Uh, maar dat is dus een pro-functie, zoals je hier ziet. Um, een van de redenen waarom ik uit, uiteindelijk ben overgestapt op Canva Pro. Ik heb jarenlang gewoon Canva gratis gedaan. En, uh, en op een gegeven moment kwam ik achter, ja, ik kan veel makkelijker afbeeldingen binnen een ander formaat maken, bijvoorbeeld. Dus van een vierkant naar verticaal en dan weer naar landscape. Um, dan kan je heel makkelijk een, een ander formaat. Uh, maken van jouw schabloon. Um, en dit soort dingen als transparante achtergrond. En nou ja, op een gegeven moment was ik om en uh, ik ben er tot nu toe heel erg blij mee. Um, maar uh, ja, dat, dat is hoe je dus uh, je designs deelt. Je kunt het ook printen. Je kunt het ook meteen delen op, uh, op social. Dit was een korte... Mm, Iets wat korte introductie uh, in Canva. Um, ik heb je laten zien hoe je een eigen design maakt met een afbeelding. Uh, in dit geval een LinkedIn banner. Dat kan natuurlijk elke social media uiting kan dit zijn. Hè. Dat had ook een Facebook post kunnen zijn of een Instagram story. Um, maar het gaat even om het idee. En ik heb je laten zien hoe je heel basic een video maakt in Canva. Uh, hoe je zelf video's kunt importeren. Hoe je video vanuit de stokbeelden vanuit Canva kunt importeren. En hoe je de video vervolgens edit in Canva. Heel basic, maar het kan wel. Uh, en ook dit ja, deze tools zijn volop in ontwikkeling. Um, dus ik neem dit nu op in oktober 2023. En ik kan je vertellen dat in november er alweer andere tools en nieuwe dingen zijn. Uh, dus hou dat vooral ook zelf in de gaten. En kijk vooral naar wat de nieuwe mogelijkheden zijn. Um, en dan een shameless plug naar mijn nieuwe cursus, um, die, uh, waar ik nu dus mee bezig ben. Waarin je bijvoorbeeld dit soort dingen leert. Hoe gebruik je tekst of video? Dus jij typt. Een paar woorden. Ik wil graag een panda zien op een fiets in een in het oerwoud uh, en dan dan maakt hij dat voor jou. Uh, dat is dus door middel van AI en Canva heeft allerlei AI-tools. Dus dat is de hele Magic Studio uh, wat je hier ziet. Die bestaat uit ontzettend veel nieuwe tools en ik heb een hele toolbox samengesteld met video's rondom deze tools. Um, dus hoe je bijvoorbeeld heel makkelijk achtergronden kunt verwijderen van foto's, hoe je een foto die eigenlijk net wat te krap is gefotografeerd, hoe je die heel makkelijk door middel van AI kunt vergroten, dat is dus dit, hè. dus dat is die de Magic Expand, um, hoe je um, stukken van een foto weg kunt halen en kunt laten vervangen of iets uit een foto kunt trekken achtergrond verwijderen. Nou, de morph. Um, ook de video's hoe je heel makkelijk automatisch een filmpje in elkaar kunt laten zetten door Canva. Dus jij typt één zinnetje, voegt wat foto's en video's toe en binnen een minuut heeft Canva een filmpje voor je gemaakt. Nou, dit zijn tools die zijn ontzettend aan het ontwikkelen en, uh, en ik heb daar dus um, een toolbox voor ontwikkeld um, en die kun je uh, nou, ik zou zeggen check it out. Ik zal een linkje plaatsen in de beschrijving van dit filmpje. Voor nu wens ik je heel veel succes met de uh, het ontdekken van Canva. Het is een van mijn favoriete tools om social media content mee te maken. Um, ik ben echt Canva-fan en ik word hier zeker niet voor betaald. Maar uh, ja, ik geef heel veel trainingen bij bedrijven en organisaties in het maken van content, het maken van video's op een slimme, snellere manier. En Canva is echt een van mijn favoriete tools. Dus ik wens jou heel veel succes met het ontdekken van de tool. En uh, mocht je een vraag hebben, dan kun je hem altijd even stellen hieronder de video. Maar voel je ook vrij om te linken met mij op Instagram of LinkedIn, daar plaats ik het meest en dan heb je ook meer kans dat ik je vraag echt beantwoord, voor nu fijne dag.